Hallo allemaal, we zijn vandaag terug met een aflevering van Rival Stars. We waren gebleven bij level 6. We zijn al even op weg en ik heb zowaar, ik heb Sparky getraind. Sparky is nu, hij is niet max, maar getraind zover ik hem kan in ieder geval. En we moeten nog een paar dingetjes doen voordat we level 7 halen. Dat is nog steeds trainen. Zoals met Sparky nu even niet gaan, want hij is uitgetraind. En we moesten nog aardig wat geld winnen. We gaan beginnen met deze. Ik zal er geen 20.000 euro mee winnen, maar vooruit. Ik heb deze race net ook gedaan, maar toen heb ik echt dik verloren. Dus ik hoop dat het nu iets beter gaat dan daarnet. Maar wie weet. We're underway here at Parsons Valley. First to show out it's a substitute team. Op mijn andere account ben ik nu trouwens level 16, dus dat schiet wel op, soort van. En ik hoop dat het inderdaad toch wat meer op gaat schieten nog steeds. Maar het, ja, de weg naar level 20 is lang, laten we het daarop houden. En eigenlijk was ik bezig met missies op dat account, maar ik had echt even geen lucht meer daarvoor. Dus vandaar dat switch even hierheen. Want ook deze moeten we bijhouden natuurlijk, dus dat gaan we nu even doen. Zoals je ziet, het gaat weer wederom niet fantastisch, maar ja. Ik ga misschien wel een beetje inhalen. Dat Sparky, come on. Nou, dat was het. Nou, dit ga ik sowieso nooit meer redden. Oh, wat erg. Apple Chancellor still in first position. Arctic Archetype in second place. Ja, misschien dat we deze aflevering ook nog wel een keukentje gaan volgen. Ja, ik vind het gewoon het allerleukste om te doen. Op mijn andere account doe ik het ook wel. Ik probeer namelijk een achterzeggenpaard te volgen. Alleen het, de kans is minuscuul. Stel eens maar 30%. Dit is me ook nog niet echt gelukt. Nou, we hadden dan nog een apart patroon dan vooruit. Maar nee, dat ook niet. Dus, ja. Hoewel ik wel laatst op mijn andere account een paard heb gekocht die anders wist dan anders en een vrij uniek patroon heeft. En hier ook even voor die stal waarin iedereen gewoon nog niet eens een snapje had. Had ik echt. Net als 10, dus ben ik in ieder geval iets opgeschoten. Niet veel, maar goed. Ja, het moet toch een keertje gewoon lukken. Dan gaan we nog een keer trainen. Hopskidee. Ja, ik heb alleen ik heb alleen Sparky getraind. Maar oké. Ik ga even quick buy hoor. Jammer dan. Ik ben niet zo heel erg zuinig met mijn geld. Geld moet rollen. Als jullie nu denken, god, wat klinkt ze verkouden. Ja, dat, het is een hooikoorts. Het is geen COVID. Hoop ik. Oké, gaan we weer. Dat is een ziek idee. It's race on here at Parsons Valley. Number 3, getting away to a great start. Also off to a good start. Dat gaat nu wel beter dan de rest, dus dat is iets. Clashing with Android's Acorn. Toe-to-toe with Fortune's Return. Trying not to be outstripped by Balloon Burst. Neck and neck with Fact Fortune. Number 3, maintaining the prime spot. Ambient Art in second spot. A length behind its Balloon Burst. From Android's Acorn. Putting up a challenge to Fortune's Return. Yeah. The race continues with ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel te melden vandaag. Ik heb ook helemaal niet zoveel gedaan. Wie van jullie race er ook in het echt? Ik heb laatst wel wat films gekeken, zoals Secretary en ook een Netflix film die hierover ging. Hartie, kan dat zoiets zijn? Ja, het lijkt me eigenlijk heel erg eng. Dit gewoon zeg maar in het echt te doen. De mobiele versie is trouwens weer een Exotic Jeans event.
En dan kun je dus, als je goud betaalt, mobiel werkt natuurlijk iets anders dan de PC-versie. Maar dan kun je dus op de mobiel, als je dus met goud betaalt, eigenlijk kun je goud kopen voor echt geld. Maar je kan het heel aan moeizaam, echt met heel veel moeite, kun je het dus ook wel verdienen in het spel zelf. Maar goed, lang verhaal kort, als je dus met goud betaalt, kun je dus speciale hengsten gebruiken voor de gok. En nu is het niet een aparte kroon wat ze prijsgeven, dat niet, maar een nieuwe kleur. Ze hebben drie nieuwe kleuren zwart. Ja, ik vind het eigenlijk allemaal een beetje lijken op het COB. En dat lijkt een beetje op mijn favoriete racepaard in het spel. Op de mobiel ben ik trouwens nog helemaal niet zo ver. Mijn hoogste sterrenpaarden zijn er 5 sterren. Maar goed, ik had wat goud bij elkaar gesprokkeld in het spel. En ik heb het heel onverstandigerwijs uitgegeven aan dat. Dus ik ben benieuwd wat eruit komt in ieder geval. Maar dat duurt 4 uur voordat ze uitgebroed is. Dus ik heb geen idee. Oh, we mogen gaan fokken. Nou, dat gaan we zeker wel even doen. Moeten we ook serieus 2 verkopen? Dat is ook. Nou, dat is ook niet leuk. Ik ben zo blij met dit clubje eigenlijk. Nou, we gaan Daisy fokken met wie? Oeh, kunnen we al met 4? Kunnen we al met 4000? Oh. Of met 4 sterren bedoel ik? 4000 hoor mij nou. Tidy Tex, even kijken. Oh, je hebt wel een gaaf stamboom op zich. En jij? Nog beter. Oké. Okay. Electron Curse. Let's do this. En wij gaan nog racen, denk ik, in de tussentijd. Zullen we dat nog doen? We moeten ook nog trainen, natuurlijk. Oh, man. Oké, dan. Ik kan hier 7000 euro mee verdienen. Oké, zullen we dat gaan doen? Oh, nee, we gaan eerst trainen, want we gaan niet ongetraind starten. Daar ga je, Spark. Oké, dan. Ik ben niet zo rijk meer, maar goed, maakt niet uit. We gaan gewoon verder. We gaan gewoon proberen. Hopsig idee. Nee, ik moet hem wel even zelf gaan rijden. Away they go. Nou ja, vorige keer had ik trouwens ook meegedaan, of tenminste meegedaan, dus niet echt iets waar je mee aan kunt doen. Maar toen was er ook een Exodus Jeans event en ik geloof dat dat de Snowy Fady-achtige Evolusa was die je toen kon krijgen. En omdat ik het op mijn iPad speel, heb ik het daar wel voor elkaar gekregen. Ja, maar tot nu toe geeft hij in ieder geval nog niet echt nakomelingen met hetzelfde patroon als dat hij heeft gedaan. Maar goed. Dit is belletje, dat moet wel leuk blijven. Zo, de mensen zullen er super druk om maken. En dat snap ik dan. Ik bedoel, het is natuurlijk wel logisch dat ze daar veel geld voor vragen. Want ik denk dat ze namelijk een inkomst nog wel uit de mobiele versie halen. En vanuit de tekst, ja, vanuit de PC, de desktop. Maar ik zou bijvoorbeeld, je hebt geloof ik, Starbar is wat voor Star Stable, maar je hebt ook een soort van Star Club of iets hierbij in zitten. Ja, dat zou ik dan weer niet doen. Dat is iets van 11 euro per maand. Ik vond wel per maand best wel veel. Ja, ik koop dan gewoon de PC-versie zou ik zeggen, want daar heb je gewoon veel meer aan. Nee, ik vind het op mobiel gewoon leuk om ernaast te spelen, maar niet per se dat doe jij. Ja, ik bedoel, de graphics zijn minder goed dan op de PC. En ja, ik vind dat een beetje kat in de zak dan. Maar goed. Wie ben ik? Hè? Ach, ik moet nog 10.000 euro verdienen. Vreselijk. Net of nog maar 1 keer te doen. Oh, maar dan gaan we dat even doen. Dan gaan we dat even doen. Lily, we gaan jou trainen, meid. Voor zolang het duurt. Serieus? Nee. Er zijn allemaal filmpjes met tips hoe je het snelst rijk kunt worden met Rival Stars.
Ja, dan zie je wel door geen quick buy te doen. Op de mobiel zou ik dat zeker, zeker niet doen. Want dan betaal je dus met goud en niet met zilver. Op de mobiel heb je twee soorten betaalmiddelen, zeg maar. Dit is een soort van serieus. Grid 4. Kunnen we dat al breeden dan? Ik denk het wel. We hebben in de markt eigenlijk niet zo heel veel. Dat is niet zo heel veel. Nou, 1 minuutje nog. Kunnen we dat al skippen? Nee. Zullen we dan nog 1 raceje doen? Ja. Laten we dat maar doen. 9800 euro. Ik ga gewoon iemand betalen, want ik heb echt geen zin meer om zelf te rijden. Hier, hupsik idee. Ik hoef niet te betten. Nou, hoppakee. Ik was wel niet zo rijk, geloof ik. Nou ja, het zal wel. Oh, wat erg. Daar ging mijn geld. Oh, wat erg. Waarom? Waarom is dit paard gewoon niet zo goed? Even omdat het idee dat die paarden allemaal in het begin niet zo goed zijn. Nou, we gaan kijken wat we hebben gebroed. Ach, die lijkt op Jack, die we de vorige keer hebben verkocht. Oh, en het is een mannetje. Oké, ja, prima. Hoe gaan we deze noemen? Zullen we hem dan Jimmy noemen? Ik ga hem Jimmy noemen. Oh, nu is het Jimmy. Zo, ik heb ooit een paard gereden, die heette Jim. Ja. Dit is gewoon precies Jack, maar oké. Ja, vooruit. Vooruit. Het staat hetzelfde, denk ik. Even kijken naar die patronen. Kijk, Sparky en Jimmy zijn hetzelfde. En ik geloof Daisy en Lily ook. Ja, grappig. Ik heb maar 2 soorten patronen hier dus blijkbaar. Nou ja, oké, vooruit. Ik hoopte eigenlijk een beetje op een andere kleur. Zo, iets van, weet ik veel, zwart, grijs, blond. Oh, ik moet ook natuurlijk nog een horse verkopen. Maar wie dan? Wie ga ik verkopen dan? Ik wil eigenlijk niet Jimmy verkopen. Een Sparky ga ik ook niet verkopen. Ja, dan toch maar Lily, want ik ga Lily denk ik niet echt meer gebruiken. Ook al is ze Mary, maar goed, ja. Soms moet het wat moet. Nou, dan gaan we er nog eentje breeden. Met Daisy, want we meer keuze hebben of niet. Ik kan proberen. Ja, we kunnen ook. Ja, ik vind het zo'n raar idee. We gaan er wel gewoon met deze fokken dan. Hopsiek idee. Oh, ik heb niet genoeg geld. Oké, dan gaan we eerst wel even een race doen alweer. Nou, ik hoop dat het nou even lukt. Ik heb geen zin om eerst te trainen. Dikke mik. Als we dit geld vinden, kunnen we meteen een veulentje fokken, dus dat zou mooi zijn. We moeten gewoon winnen. Moet. Ga weg. Ik ga dit sowieso niet winnen, maar oké. Maakt niet uit. Pushing hard in front of number 5. Abandoned Alarm 13. Disputing with Sunbeam. Ik had natuurlijk ook Jimmy kunnen gaan trainen, maar ja. Maar ja, dan gaat de video zo lang duren. Hè? Dus we doen maar gewoon even wel. Ik hoop dat het lukt. Ik denk het niet, maar je moet altijd positief blijven natuurlijk. Weet je dat nummer 10 die mij heel erg aan de kant duwen? Heel irritant. Ja, dat zal nooit meer lukken natuurlijk. Nee, ik ga gewoon nu al sprinten. Hopsik idee. Hatsenflat. Derde is in principe ook prima, want dan krijg ik ook wel wat geld. Het eerste zou beter zijn. Ik wil wel derde blijven. Nee! Vierde. €900, man. Zucht. Ik heb helemaal geen zin meer om dit paard te trainen.
Hij doet toch niet wat hij belooft. Ja, maar nog steeds natuurlijk niet dat paard fokken. Nee, dat kan nog niet, want het was 11.000. Even kijken hoor. Dit is 800 meter. Als ik met Jimmy ga... Oh, die kan ik wel trainen. Maar dat gaan we nu niet eerst doen. Ik ga even. Oké. Okay. Skip to results. Even kijken. Oké. Next. Gaan ze jou dan trainen misschien? Jimmy, waar ben je? Hier ben jij. Dan hebben we wel niet zoveel geld, maar oké, dat moeten we dan maar voor lief nemen. Hartstikke idee. Ik had eigenlijk dit gewoon de vorige keer moeten doen natuurlijk, gewoon veel geld verdienen, maar ja. Ja. Ik moet zoveel doen. Oké, we gaan kijken of we nu met Jimmy kunnen. Ik ga trouwens eerst even dat masker van Jimmy's hoofd afhalen. Want ik weet niet, ik vind het er zo'n hekel aan. Waar ben je? Hier ben je, die blinker. Dag. Dag blinker. Oké, dan gaan we racen. Dan gaan we... Moeten we hier racen trouwens? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Oh, dat maakt niet uit. Oké, dan gaan we hier. Dan gaan we hier. 2000. Nou, zullen we met Jimmy gaan? Dit is nog steeds TJ's pick. Ik wil niet. Maar we gaan toch maar met Sparky. Het zij zo. Zou het trouwens leuk zijn om een keer, ik weet niet of ik dat al een keer heb gezegd, maar misschien een video te maken. Waarin we zeg maar de paarden gaan creëren. Waar ik ooit allemaal een keer op heb gereden. Dat lijkt mij wel leuk. Ik bedoel, het zijn niet echt van die hele exotische patroontjes die erop zaten. Dat niet. Ik ben zelf ooit begonnen met paardrijden door een kinderfeestje van een klasgenoot toen destijds. Bij een heel kleinschalig manege. En dat paard heette trouwens Jack. Pony was het. Jack. Ja, dat was de eerste. En daarna zijn we heel lang op zoek geweest naar maneges. Of een goede manege in ieder geval. En dat heeft echt wel even geduurd. En toen zijn we uiteindelijk terechtgekomen inderdaad bij een manege. Ja, best wel een eentje weg. Dat was een heel grote stal. Of ja, manege dan. Het zag er echt stik en span uit. Echt gewoon alsof geen paarden stonden of zo was het. En daar heb ik dan... Ik was toen al best wel lang op het 12e. En toen heb ik daar gereden. Toen, ja, wij eigenlijk gingen samen met mijn zus. En wij kwamen niet meer in aanmerking voor de ponies. Dus ging meteen echt een paard op. En dat was een KWPN'er. Die heeft Karens. En in het begin was ik helemaal weg van Karens, maar ja, Karens gebruikte mij wel min of meer als een soort van levensgroot schuurpaal. En hij ging altijd achteruit lopen midden in de groep, wat niet helemaal de bedoeling was. En toen werd ik een soort van bang. En toen daarna heb ik al lang niet gereden. En toen begon het uiteindelijk toch weer te kriebelen. En toen ben ik met datzelfde klasgenootje van dat kinderfeestje een keer meegegaan naar haar ijspaard. Die had toen destijds een ijspaard gekocht, tenminste haar ouders dan. Hè. En toen ben ik daar paard opgestapt, dat was ook een heel groot paard, Pandora. Dat is echt een verschrikkelijk mooi paard. 1,80 schothoogte geloof ik. En dat was inderdaad ook dat CUB, dat hele donkerbruin. Dat was echt heel mooi. Ja, toen ben ik eigenlijk uiteindelijk bij een wedstrijdstalte gekomen. Ja, dat eerste paard dat ik daar reed was Jimmy. En toen kwam ik geloof ik Pebbles, denk ik. En dan heb ik Ziggy gehad. En Shadow. En dat was het wel geloof ik een klein beetje. Nou, het lukt me gewoon maar niet om eerste te worden. Heb ik nou 11.000? Nee, ik ben echt gewoon... Ik ben vreselijk zielig. Ik heb gewoon helemaal geen geld. Ja, ik ga gewoon nog even wat geld verdienen. En dan gaan we de volgende keer wel een ander filmpje maken in ieder geval. Ik moet ook nog een paard verkopen, maar dat ga ik nu nog niet doen. Dus dat houden we voor de volgende keer. Dat was het. Voor nu in ieder geval. Oké, doei!